Stichting Jongerenontwikkeling in Suriname, JOSU, heeft vanmorgen een open dag gehouden. JOSU is een stichting met als doel het bevorderen van de ontwikkeling van de Surinaamse gemeenschap, in het bijzonder dropouts en jeugddelinquenten. De stichting wil ook ouders en verzorgers ondersteunen bij de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Volgens Regilio Hadjipawiro, voorzitter van Stichting JOSU, is het rollenmodelproject het eerste project dat uitgevoerd zal worden. Als jij een delinquent bent, je bent vrijgekomen en je afgestuurd wordt door je naaste omgeving, hoe zal je voelen? Ik heb het gevoeld. Ik werd indirect door mijn eigen familie afgestoten. En dan nog door mensen die weten van wie ik was. Het was moeilijk om mijn weg daar binnen te vinden. Snap je? En ik voelde me niet betrokken. Ik voelde me niet gewaardeerd. Maar de dag dat ik bij Rumas ben geweest, gevormd, en vandaag dat ik zo'n man kan zijn, kan worden, voel ik die waardering, voel ik die betrokkenheid. En als ik deze dingen, de waardering en de betrokkenheid, hetzelfde aan deze jongeren kan geven, geloof ik dat de criminaliteit terug zal zakken. Regilio Hadjipawiro, voorzitter van Stichting JOSU, was dat. Hadjipawiro is een voormalige jeugddelinquent die onder begeleiding is geweest van Stichting RUMAS. Emmy Hart, directeur van RUMAS, zegt dat Hadjipawiro haar rechterhand was. Volgens Hart zijn jeugddelinquenten de moeilijkste groep om mee te werken. We hebben niet zoveel tijd voor ze. En als Gilly ze kan nemen, kan ik ze afschuiven. En ik kan Gilly helpen. Pardon, ik ga de heer Regilio helpen. Omdat die groep een toffe groep is. Het heeft ons heel veel gekost, PADF weet het. Maar Regilio, God zegene je met die groep en God gaat je helpen. Ik heb verder gekeken. Waarom? Hij wil stimuleren, hij wil ondersteunen. Hij wil voor zorgen en vooral het verantwoord ouderschap. We weten dat ouders, ik corrigeer, vele ouders hun plek niet innemen. En de heer Regilio wil eraan werken. Verantwoord ouderschap. Regilio, je gaat onderzoek moeten doen. Je gaat moeten werken. Want in Suriname van vandaag ontbreekt het aan velen. Wat verantwoord ouderschap betekent. Emmy Hart, voorzitter van Stichting RUMAS. En zij sprak vandaag tijdens de open dag van Stichting JOSU.